Ramsey, ja. Net lopen freestylen, hoe ging dat? Ja, weet je, met mij is het als freestyle lukt, dan lukt het. En als het niet lukt, dan krijg je zoiets als wat ik net deed, man. Dus ja, al goed. Je vond het niet echt geslaagd dus? Nee, man, ik kan beter. En wat ging er dan mis volgens jou? Ja, ik weet niet. Kijk, het is... Als je gaat freestylen, moet je proberen woorden vooruit te denken. Maar ik blijf dan te veel hangen in een rijmschema, waardoor je eigenlijk niks zegt. Je bent er wel vloeiend aan het rappen, maar je denkt niet echt meer na over wat je gaat zeggen. En dan attack je je tegenstander gewoon niet meer ofzo. Dus, ja. Betekent dit dan dat je alleen maar nog gaat focussen op geschreven dingen? Of ga je wel nog gewoon blijven freestyle battelen? Ja, freestylen voor de grap is leuk toch? Maar ik ben niet iemand die actief het land doorreist om mee te doen aan toernooien ofzo. Maar ik dacht van, nu we er toch zijn, doe ik mee man. Niet dat je zeg maar bring it back to the 80s en zo. Ja, qua muziek en zo wel, maar echt freestyle is niet echt mijn ding of zo, man. Dus, Nou, is er wel een hele discussie gaande of freestyle battles nog wel van deze tijd zijn en of dat nog wel moet gebeuren, bla bla bla. Hoe denk jij daarover? Ja, ik vind het dope, man. Kijk, het feit dat ik het zelf niet helemaal naar behoren heb gedaan, betekent niet dat ik het kut vind of zo, weet je. Ik bedoel, freestyle battles moet gewoon gebeuren, man. Dat is vet. Het is toch wel anders dan die geschreven shit. Het publiek is toch weer op een andere manier hyped of zo. Dus het is een leuke toevoeging, ja man. Okay, dus keep up the freestyle, zeg maar. Keep up the freestyling, ja. Dat is goed, man. Ramsey, bedankt. Till the next time. Ja. Yeah. Pauw.